Waarom zijn jullie met deze club begonnen? Op mijn oude school deden wij mee met First Tech Challenge, de robotica-wedstrijd. En toen ik hier kwam werken, toen kreeg ik via LinkedIn het aanbod van een bedrijf om een robot te sponsoren. Dus wij kregen het materiaal en toen zijn we mee gaan doen met First Tech Challenge. En sindsdien hebben we bijna elk jaar een team. Hoe is het om mentor te zijn van dit team? Hartstikke leuk. Wel erg druk, want je bent er heel veel mee bezig. Zeker in de tijden van de wedstrijd. Maar je leert kinderen echt op een andere manier kennen. Ze werken keihard. Ik moet ze 's middags wegsturen omdat de school dicht gaat. Dus er zit heel veel tijd in van mijn kant. Maar het is superleuk om zo'n enthousiaste club te begeleiden. Hoe belangrijk is het voor deze kinderen om dit soort praktijken te doen? Nou, wat je bij zo'n project leert, zijn heel veel verschillende vaardigheden. Dus ze leren een robot bouwen, een robot ontwerpen. Ze leren programmeren. Ze moeten het verslag, het engineering notebook in het Engels schrijven. Dus ze moeten ook een verslag schrijven. Ze moeten zich straks presenteren aan de jury. Dus ze moeten kunnen presenteren. Nou, daarnaast moeten ze goed kunnen samenwerken. Ze hebben een heleboel geld opgehaald via crowdfunding. Dus ze moeten ook sponsors zoeken om onderdelen te kunnen kopen. En dat zijn echt andere skills dan leren voor je toets en een toets maken. En die skills kan je goed gebruiken later op het hbo, maar ook in je werkzame leven. Hoe zien jullie de kansen in voor morgen? Nou, dat wordt spannend. Ze zijn ontzettend verbeterd sinds de voorrondes. Er zijn 2 voorrondes geweest en daarin zijn we gekwalificeerd voor de finale. Maar er zijn ook heel veel andere goede teams. Niet alles is skill. Soms is het ook geluk met wie je samenspeelt tegen wie. Of alles het goed doet. Dus we gaan het zien. Morgen gaan jullie naar de Benelux finale van Robotica. Hoe voelen jullie erover? Nee, heel veel zin in. We hebben hard gewerkt aan onze robot. Dus ja, we hopen wat goed te presteren daar. Hoe lang duurt het om zo'n robot in elkaar te zetten? We zijn zelf een beetje rond november echt begonnen. Dus dat zijn we nu zo'n 3,5 maand mee bezig al. En ik heb gehoord dat er 2 mensen ziek zijn in het team. Hoe voel je je over deze situatie? Een beetje gestrest. Hopen dat ze zich goed voelen voor de finale morgen. Maar op zich heb ik er wel vertrouwen in dat het gaat lukken. Wat maakt nou een goede robot voor zo'n wedstrijd? Het moet goed mobiel zijn. Maar het moet ook zorgen dat het zo snel mogelijk punten kan scoren zonder andere robots in de weg te zitten. Is het een vriendelijke wedstrijd? Het is een hele vriendelijke wedstrijd. Het gaat om punten scoren en je speelt altijd samen met een tegenstander. Dus niet dat je niet met elkaar tegen vecht ofzo. Wat maakt een goed team voor deze wedstrijd? Goede samenwerking, dat is het belangrijkste natuurlijk. Goede communicatie en dat je een duidelijke rolverdeling hebt. Dat zijn de belangrijkste. En goede band met elkaar, want je wil geen drama in je team hebben natuurlijk. Hoe hebben jullie eigenlijk deze kennis vergaard, dat jullie weten hoe dit werkt? Heel veel gegoogeld. Dat is gewoon zo. Google is je beste vriend. Dat is eigenlijk de beste antwoord hier. We hebben gewoon eigenlijk allemaal iedereen waar we zo goed in zijn, hebben we op een beetje op een plek gezet. Dus eigenlijk van nature weten we al veel van deze onderwerpen, omdat we gewoon de geïnteresseerd in zijn. En dan hebben we iedereen een beetje op een plek geplaatst met de rolverdeling, dat we onze specialiteiten het beste kunnen gebruiken. En hoe werkt zo'n wedstrijd? Je hebt dus elke keer word je opgeroepen om 6 wedstrijden te spelen. En dan speel je 2-2. En het is met willekeurige allianties. En op zo'n wedstrijd wordt er ook heel veel samengewerkt. Dus je moet heel belangrijk samenwerken met je teamgenoten, zodat je zoveel mogelijk punten scoort. Dus vaak wordt er ook van tevoren, wordt er al op een wedstrijd met de teams waarmee je binnenkort samen gaat spelen besproken van oké, wat is het plan? Wat ga je precies doen? Hoe ga je zoveel mogelijk punten scoren samen? En wat zijn problemen waar je voor moet uitkijken met zulke wedstrijden? Slechte communicatie. Dat hebben we wel eens op een wedstrijd gehad. Dat het team gewoon niet luisterde. En waardoor we gewoon eigenlijk heel veel punten misliepen. Wat zijn jullie sterkste punten? Ik denk dat we vrij professioneel met de andere teams om kunnen gaan. Dat is denk ik een heel goed punt. En we kunnen goed samenwerken. Dat is denk ik de beste 2 punten van ons.